Olga, we gaan beginnen met de tarte tatin. Dan kunnen we die al in de oven steken en ondertussen de viscakejes maken. Tatin, wat heb je daarvoor nodig? Appels. Nu, het is wel belangrijk dat je de goede appels kiest. Je mag dus geen moesappels gebruiken. Want van moesappels ga je eigenlijk te veel jus krijgen. Je kiest dus best voor Cox of voor Jonagold. Eerst in twee en dan in vier? Oh, dat maakt niet uit hoe je het makkelijkst een appeltje schilt. Je eet graag tatin, maar bak je dan ook graag? Ik bak graag, ja. Ik heb eigenlijk zo een periode gehad op mijn 12, 13 zo. Dat ik zo elke dag cupcakes maakte. En, ik was er echt verslaafd aan. En Ella zat toen in New York. En ik wou dan ook American pancakes maken. American pancakes. En dat was heel en lukte lekker. Dat goed? Ja, echt wel. Ja, en ik ken deze ook helemaal niet goed. Wat? Appeltjes. Dat is ook zoiets. Mijn mama kan dat zo op een seconde en ik doe er zo een uur over. Als je altijd appeltaarten maakt voor al je kinderen. Ah, ja. Voilà. En dan een vorm. Belangrijk, een tatinvorm, maar die in de oven mag. Dus een ovenschotel mag eigenlijk ook als je een ronde hebt. Maar je moet wel een boordje hebben, want je moet die appels daar kunnen recht inzetten. Okay. Dus in het begin gaat dat zo een beetje doorschuiven. Maar nadien gaan we die echt vol gaan steken met appels. Dat is mooi. Lekker, met die tijm en die appelsier. Dus zie je, nu moet je echt gaan drukken. Hè. Als je zegt van dit zit vol, nee. Gewoon echt blijven insteken. Hoepla. Alright, die staan klaar. Ja. We gaan het deeg maken. Maken? Ja. Ik heb hier een keukenrobot. Daar gaat in 150 gram bloem. Voilà, dan gereed. Perfect. Gewoon erin. Ja. En dan 75 gram koude boter. Oh my god, dat is 74. Genius. Okay. Nog één grammetje. Ja. Je mag dat in stukjes snijden, dat is dan iets makkelijker voor het machine. Nu mag je geen enkel grammetje verloren gaan. Haha, nee. Zo? Ja, perfect. Snuifje zout. En een eetlepel suiker. Je hebt hier een ongelooflijke schat aan vanillesuiker. Ja, iedere keer dat je vanille gebruikt voor een pudding of zo, gewoon alles in de pot en suiker erbij. Dan krijg je deze soort reacties. Right. En nu gaan we al eens laten mengen. Wat gaan we nu doen? Water gaan bijvoegen totdat dat eigenlijk een bolletje gaat vormen. Okay. Zie je? Dan stopt je. Kijk, een klein beetje bloem. Nu, dat deeg kan je nog niet gaan uitrollen, hè. We gaan dat gewoon in plasticfolie in de koelkast leggen. Oh ja, maar zo'n bol van maken. Ja. Mag je dat doen? Ja, dat gaat nu nog wel een beetje plakken, maar doe maar. We moeten dat zo gewoon een klein beetje oprollen. Ik ben echt niet goed bezig, sorry. Wat? Kijk. Ik ben gewoon aan het uitsmeren op tafel eigenlijk. Wel, maar je mag straks rollen. Dus zo. Ah, dat moest helemaal in mijn handen. Nee. En ik heb natuurlijk eentje liggen. Klaar voor gebruik in de koelkast. Aha. Die heeft ongeveer 2 uur gerust in de koelkast om op te stijven. Maar, dus maar hoe kan ik deze ooit rollen? En wel, je moet eerst plat maken. Als je zo kolijrig zou. Laat het maar gaan. Ik ga een tartatai maken. Weet je wat? Weet je wat? Ik ben boos. Dit is tata vanavond. En je moet ook zien, Olga, in al uw enthousiasme, dat je een keer zoveel mogelijk een cirkel behaalt. Ah, ja. Voilà, maar nu kan je beginnen rollen. Hè. En dus zoveel mogelijk even dik overal. Een grote verantwoordelijkheid, vind ik. Want het gaat goed. Af en toe een keer opheffen, dat het niet begint te kleven. Dat is ook belangrijk. En dat je zo'n beetje bloem meeneemt. Ja. En we moeten ongeveer 4 mm dik hebben. Perfect. We willen natuurlijk een rond stuk deeg. Dus kijk, met dit mag jij snijden. Ik ga ondertussen de karamel maken. Ik ga in dit geval eens rietsuiker kiezen. 80 gram. En dan ook nog boter om straks mee te blussen.
Voilà, voor de karamel gaan we een gewone pan zonder vetstof op het vuur zetten. En daar mag droog de suiker in. Oké, wat gaan we ondertussen nog doen? Ik heb citroentijm gekozen. Dat is nog iets frisser van geur. Griekt ook citroentijm. Ja, oké. Dus we gaan niet de takjes gebruiken, maar wel de blaadjes. Dus je mag die eraf ritsen. Kijk, hier. Zeg maar, het begint zich al een karamel te vormen, de zijkantjes. En je moet daar ook niet in roeren, je mag dat zo een beetje gewoon rond gaan draaien. En dat mag wel donker zijn, hoor. Ja. Oké, karamel blussen met 60 gram boter. En dat is misschien waarom... Weer! Maar ja, exact 60. It's magic. Kijk, blussen met koude boter. Jij mag ondertussen ook, Olga, de rasp nemen. En ik wil zest van appelsien. Dat wil zeggen, de buitenste kant. Dus snel genoeg ronddraaien. Zie je? Want het witte is bitter. Eigenlijk zijn frakske helemaal, zijn oranje frakske helemaal afrasp. Dus echt heel kort maar. Ja, heel heel kort. Voilà, een keer dat we geblust hebben met de boter, mag er de appelsienzesten en de tijm bij. Dus dat is eigenlijk een beetje wat... ja, de tartatin. Een persoonlijke stempel gaat geven, zeg maar. Hè. Voilà, dat gaat er over. Opgepast. Parce que c'est chaud. Voilà. En dan nu ons ongelooflijk mooi uitgerold lapje deeg. Die leggen we over de appeltjes. En het zijkantje mag daar zo een beetje gewoon ingeduwd worden. En wat gaan we nog doen? Een klein... stoomgaatje maken, dus gewoon een kruisje zo. Lange staart komt dat sap eruit bij mijn mama. Het sap, ja? Ah, de karamel, maar dat is eigenlijk zo lekker, hè? Alright. Ik heb al zin in. 225 graden, dat gaat er 30 tot 35 minuten in. Oké. Okay. Voilà. Tijd om een hapje te maken. We gaan hem maken met wat je niet lust, hè. Witte vis, kabeljauw. Oké, okay, ja, dat lust ik nog meer dan tijm wel. Dus ik eet het wel op, maar ik... eet het uit beleefdheid. Dat is goed. Kijk, Olga, wat heb ik hier in mijn stoompot? Ik heb 200 gram zoete aardappel en 200 gram kabeljauwfilet. En ik heb die al gestoomd. Als je dat in stukjes doet, zal dat niet meer dan 10, 12 minuutjes zijn. En jij mag met een vork al beginnen pletten. Ik ga ondertussen een lente-ui fijn snijden. We gaan dat een beetje bijkruiden. Hè? Ja. Dat mag je ook al doen ondertussen. Peper en zout. Zo. Voilà. En dan mag je nu echt gaan pletten totdat het kinnikenzeten is. Dat ken ik, van met de Leon. Wie is Leon? Dat is het hondje van mijn oudste zus, Dorien. Dorien, ja. Oh, die is zo... Een schatje. Oh. Maar ja, het is nu vakantie, dus de Leon zit thuis. Ja, maar ik ga hem zeker meenemen, want vanaf morgen begint de speelgoedfabriek in Antwerpen. En je neemt die mee? Ja, ik kan die wel eens een keer... Hij moet dat wel eens zien, vind ik. Dus morgen geen vakantie voor u. Nee, morgen moet want, ik... Want je staat... Werken, dat is VTM Cars Home, dat is, is keiplezant. Ja, ja. Wat moet je dan doen? Hoe ziet je een dag er dan zo uit? Ja, eigenlijk gewoon heel een dag mezelf ook amuseren. Live funny shows en spelen en je amuseren met kinderen en dan... En toen is iemand met de foto en dan voor de camera. En allee, dat is heel plezant. Oh, dat vind ik lekker trouwens. Voilà. Twee fijn gesneden lenteuitjes. Een teen look. Look vind ik ook een top ingrediënt. En peterselie. Dat is trouwens een ideale manier om je kids thuis vis te laten eten. Ah, dit ja. Ja, absoluut. Het kindje in huis leert vis eten thuis. Ik ga daar ook een eitje bij doen. Het eitje gaat ervoor zorgen, als we het gaan bakken, dat alles mooi bij elkaar gaat blijven. En als je nu ziet dat het een klein beetje te slap wordt, kan je gewoon een beetje chapelure bij doen. Hè. Dus we gaan beginnen met een eetlepel. Voilà, voor de frisheid heel makkelijk. Zeste van limoen. In de mengeling. Oh, en dat riekt al zalig hier. Ja. Oké, ik ga arachideolie nemen in een pan. Dat mag een goede centimeter zijn. Nu gaan we daar zo kleine cakejes van maken. Dus gewoon een portieke zo. Eerst een balkje en dan zo een beetje platter maken. Voilà, dat moet je ook hebben. Hè. Dus dat die weer gaan... Maar dat ruikt echt... Petteren. Echt lekker.
Woehoe. En die zijn klaar. Oh, ik kan al niet wachten, Sophie. Oké, dus wat nee, je nee, nog nee, nee, kan doen zo om te serveren of mm-hmm, mooi te maken. Hè? Misschien een beetje tartaar. We hebben het tot nu heel sober, heel gezond gehouden. Dus kijk, we gaan dat ook doen, want het is een snack eigenlijk. Hè, voor als de kids thuis komen van school, dan hebben die honger. Be my guest. Oké. Oh. Mmm. Zo contact van kan, buiten. Maar echt. Dank u. Mijn leven is verbeterd. Wat een dankbare gast toch, hè. Ja, maar Olga, echt. Zalig. Oké. Okay. Eerste missie geslaagd. Ja. Kabeljauw. Ja. Check. Sowieso. 100% geslaagd. Je tijman. Of dat deze gaat kunnen overtreffen. En dat is nu ook weer niet voor kids om dat uit te halen, want dat is gloeiend heet. Je hebt nog de karamel die daar zo mooi onder zit. En dat is hoe dat het moet zijn. Hè. En het bord erop. Ja. Het gevaarlijke is hier die karamel. Die kan rond. De kids gaan weg. De kids gaan weg. De kids dus 1, 2, 3. Ja, voilà, inderdaad. Zie je het? Ja. En nu. Dom, 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 dom. Zie je iets? Ik zie nog niks. Wacht, hè. Ja, ja, ja. Ah. Oké, aan tafel of moet jij nog iets doen? Nee, 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 nee. Stomend. Ja. Komt in de richting uit. Nee, je ruikt echt zalig wel. Ja. Normaal gezien, Olga, moet je dat nu eerst laten... Nee! Afkoelen. Gaan we niet doen, Sophie. Nee, gaan we niet doen. Want dan, als je daar nu van snijdt, dan gaat, omdat dat warm is en die karamel ook nog warm, dan gaat dat zo'n beetje uit elkaar vallen. Dat is oké. Dat vind ik lekker. We gaan dat nu doen. Ik vind dat heel oké. Okay. Ik heb dat graag als dat uit elkaar. Ja, de smaak blijft op zich hetzelfde, hè, want het is wel heel warm. Hè. Ik begin echt wel te water staan. Geef maar uw bord. Dank je, mama. Dat is niet echt hier lust je het of lust je het niet, hè, zeg. Nee, inderdaad. Maar nu moet ik nog wel zien, want het ziet er lekker uit. Maar de tijmsmaak gaat pas komen als ik het... is geproefd, hè. Zwaar. Oh, wacht. Blazen, ja. Ik kan zeggen blazen. Maar... Oh, heel lekker. Ja? Mm-hmm. En de tijm? Mm. Maar dat versmelt zich goed, hè. Ik ga eerlijk zijn. Ik ben toch meer fan zonder, maar ik vind het echt lekker. En ik eet het zonder tegenzin op. Want ik wil zo eigenlijk de korst happen, want dat zijn zo de zeggen. Oh, ik heb zo blazen. Blussen met een beetje limonade. Nee, maar wel echt heel goed van smaak. En dat korstje zo krokant, hè? Heel speciaal. Cheers. Santé daarop. Oké, we gaan afsluiten. Hè. Wij gaan onze echt loeihete tatijntaart nog verder opeten. Voor jullie staat ze natuurlijk op vtmkoken.be. Ook de cakejes. En tot morgen. Hè. Ja, zeker. Tot zeker. Morgen. En misschien tot morgen in de speelgoedfabriek. Ja. Tot morgen, kinderen. Tot morgen, kids. Dag.